Ja, maatroutse start zal ik maar zeggen. Het is niet zo mooi weer als bij jou op Texel Sanne, maar het is goed genoeg om een heerlijke fietstocht te gaan maken in de regio Maasduinen hier in Limburg. Ik geloof 50 kilometer helemaal van Gennep naar Venlo. Ik ga op zoek naar Kuna. Kuna, je hebt hele mooie fietsen meegebracht. Gaan we het volhouden, 50 kilometer? Absoluut, absoluut. Ja? Want we beginnen vandaag in Gennep. Gennep. We staan op de markt in Gennep. Prachtige plek. Daar is een mooie kerk. Hier is een mooi stadhuis. En om de hoek het Petershuis, het museum. Drie verschillende stijlen. Ja, en vanuit hier gaan we een prachtige fietstocht maken naar Venlo. Nou, het begint al op te warmen. Zonnetje komt door. Komt eraan. Dus het wordt een eerste mooie lentefietsdag. Zo is dat. Prachtig. Kijk, die fietstocht, hè? Ja, Paul, dankjewel. Goedemorgen. Paul, wie was dat? Dat was Paul, de stadsgids. Oh, ze hebben een stadsgids hier. Waar rijden we als eerste naartoe? In etappes gaan we toch? We gaan nu naar Well. Okay. Dan gaan we daarna naar Arsen. Okay. Prachtig dorpje aan de Maas. Aha. En we sluiten de dag af in Venlo. Dat is ons doel. Gennep, de keramiekstad in Noord-Limburg, is een ideale startplaats voor een fietstocht door een relatief onbekende regio met verrassend prachtige natuur en waarbij de Maas een hoofdrol speelt. Wat een leuk plekje hier is, hè? Oh jongen, wat een geluk. Zeg maar, je moet me toch eens uitleggen, wat is dat nou precies, Maasduinen? Het is een enorm natuurpark, 4500 hectare natuur. Ah, oké. Okay. Wandelen, fietsen, maar ook natuurlijk een hapje en een drankje, hè? Ja, want het is wel bijna lente, de zon doet het goed vandaag, maar een kopje koffie zou lekker zijn. Kopje koffie, volgende stop, stukje fly. Fly, ah, lekker. Dit is het Reindersmeer. Oké, okay, een restaurant en een oude sluis? Het restaurant in de sluis. Zo heet het ook? Ja, zo heet het. Oh, dan zeg ik perfect adres voor een kopje koffie. Kopje koffie. Nationaal Park de Maasduinen is bij uitstek geschikt voor een mooie fietstocht, waarbij op bijna 40 informatiepunten middels touchscreens passende fiets- of wandelroutes kunnen worden gevonden en worden uitgeprint. Het park wordt in het noorden en zuiden begrensd door Mook en Venlo, terwijl de Duitse grens en de Maas het gebied aan oost- en westzijde markeren. Vertel eens Arno, wat is jullie volgende bestemming? Wij gaan op weg naar Arsen, onder andere naar de kasteeltuinen. Maar nu eerst naar Texel, want Sanne staat op het punt om iets heel spannends te gaan doen. Zie je zo. Welkom terug bij Weekendtrip, waarin alles draait om unieke logementen in de Benelux en alle leuke plekjes daaromheen. Nou, we zitten nog steeds op de fiets. Kuna, we hebben ondertussen 35 kilometer erop zitten, geloof ik. Ja, we moeten nog even. Maar volgens mij zitten we in de buurt van Arsen, want dit ken ik. De Hertog Jan Brouwerij in Arsen. Ja, zeker. Ja hoor, daar is die. Maar wij zijn in Arsen op zoek naar... Naar de kasteeltuinen. Want die zijn wereldberoemd. De kasteeltuinen met alle rozen, met alle bloemen. Prachtig, dus daar gaan we ook nog even naartoe. Oké. Okay. Het dorpje Arsen is, onder andere vanwege deze Hertog Jan Brouwerij, aan het uitgroeien tot een klein toeristenmekka in Noord-Limburg. Waarbij het thermaal bad en de kasteeltuinen altijd nog de hoofdrol spelen. Welk jaar komt dit kasteel? Uit 1763, zoals je het nu ziet. 200 zoveel jaar oud. Goh. Ja, maar er zijn wel natuurlijk de fundamenten altijd. Ja. Die zijn dan wat ouder, hè? Maar dit is eigenlijk beroemd om zijn? Rozen. Rozen. Die zijn er nog niet, de rozentuinen maar... daarachter. Ja? Eind mei, begin juni bloeit dat. Okay, en dat wanneer... is echt prachtig. Maar dan gaat het ook open hier? Dan is het open. 26 april gaat het al open. Het beroemde kasteel ligt aan de rand van de dorpskern, die gelukkig nog altijd de sfeer van weleer ademt, met zijn monumentale panden en pittoreske dorpsplein. Uiteraard is de Bourgondische gastvrijheid alom te vinden in restaurants als Alte Arsen en kun je er heerlijk tafelen met uitzicht op de Maas. En na een Limburgse feestmaaltijd nog 12 kilometer trappen richting eindbestemming. Nou Kuna, eindbestemming Venlo. Bereikt. 50 kilometer in de benen, dat is zo. Goed gedaan. Hè? En net gered met het weer, ging bijna nog sneeuwen. Ja, maar het wordt de tijd, kunnen we niks van zeggen. Beetje wel, hè? Ik zie daar het Limburgs Museum. Daar ga ik morgenochtend naartoe met poppen spelen. Leuk. En dan ook tentoonstelling. Hartstikke goed. Nu ga ik jou nog even het historische centrum van Venlo laten zien. En sluiten we de dag af met een biertje. Biertje?
vrouw die een biertje drinkt. Stoer. Lekker vooral. Ja, vooral lekker hier in Limburg. Want in een stad als Venlo met zijn oude stadskern en marktplein zijn de kroegen en cafés met Limburgs bier niet op twee handen te tellen. Deze grensplaats heeft bovendien een bijna internationaal karakter. Je voelt je zowaar een beetje in België, een beetje in Duitsland, maar vooral ook in Noord-Limburg. Kuna, volgens mij hebben we hem verdiend, hè, na 50 kilometer. Zo is dat. Maar we hebben nog iets weg te geven. Ja. Wat is dat? Een geheel verzorgd weekend voor twee personen in de Maasduinen. Dat betekent dat je met z'n tweeën lekker komt overnachten, lekker komt eten en een bezoek brengt aan de kasteeltuinen. Heerlijk. En als je daar meer informatie over wilt, dan kijk je op onze website weekend-trip.tv. Succes. En ik zeg proost.